Welkom in sessie 35 van het Olot Pot 2, waar wij volop bezig zijn met bijzondere discrete kansverdelingen en meer in het bijzonder pakken wij oefening 3, 2, 5, 4 aan. Wij hebben daar al in de vorige sessie van alles mee gedaan, dus kijk dat daar ook na. Ik heb het dan in het bijzonder over het deeltje A van die opgave. En nu gaan wij dus verder gaan met het deeltje B. We weten dus al dat de stochast, zie ook de vorige sessie, zich gedraagt als een binomiaal verdeelde met als parameters 2000 en 0,001. Ja. En nu wordt er hier gevraagd hoe groot de kans is, hè, dat meer dan 5 patiënten die zogenaamde nevenreactie, waar ik ook over gesproken heb in de vorige sessie, dat die dus vertonen. Te weten dat dus die stochast eigenlijk het aantal patiënten die die nevenreactie vertoont, uitdrukt. Wel, ja, het is eigenlijk een beetje altijd hetzelfde, hè. Dus hoe groot is de kans dat die stochast X, ja, groter is dan 5? Dat wordt er hier eigenlijk gevraagd. Niets meer, niets minder. En ik heb al een paar keer gezegd dat het zeer interessant is om dan over te gaan op volgende notatie of volgende, schrijfwijze. Dus dat wil zeggen dat we naar het complement overgaan van deze discrete stochast. Meer dan 5. Ja. Wat is het tegenovergestelde van meer dan 5? Ja. Wat is het tegenovergestelde van meer dan 5 snoepjes hebben? Wel, het tegenovergestelde van het complement, zeg maar officieel, wil zeggen dus ten hoogste 5 snoepjes hebben dan, ja. Met andere woorden, dus 5 snoepjes of minder. En waarom doen we dat? Wel, altijd een beetje om dezelfde reden, omdat we dus op zoek zijn of willen graag hebben die formulering van die cumulatieve distributiefunctie, ja, van die kansverdelingsfunctie. Omdat we die over in de regel eigenlijk toch nogal gemakkelijk kunnen, ja, misschien vind jij het niet gemakkelijk, maar enfin, relatief gemakkelijk kunnen opstellen en kunnen gaan berekenen. Dat zullen we nu ook zo meteen doen. Niet nadat ik nog eens duidelijk heb gezegd voor de discrete stochast, dat dus eigenlijk cumuleren, dat betekent optellen. Dus we moeten alle kansen die we kunnen uitdrukken dankzij de PMF, dankzij de kans functie, dat we die moeten optellen voor een i gaande van 0 tot en met 5. Bedenk voor deze stochast dat dus f nog altijd de kansfunctie is die gaat van de bronverzameling omega naar de doelverzameling, het interval 0,1, waarbij dus de stochast, de functie, dus i zal worden eigenlijk kunnen berekenen, de kans daarop tenminste, de functiewaarde voor de waarden i die stochast kan aannemen, als volgt, hè, dus in dit concreet geval dus 2000 over i maal dus de kans op succes tot de i-de maal 1 min de kans op succes, dus de kans op mislukken, kun je dat inderdaad noemen, tot de 2000 min i-de. Voilà, maar dus dit weten we allemaal. Dus dit eigenlijk is wat we moeten uitrekenen, moeten bepalen. We zullen dat nu gaan doen middels gebruik te maken van Excel. En er zijn daar een aantal toch manieren die we zullen gaan aanpakken. Ja, want bedenk, we hadden ook gezegd, kijk, we kunnen eigenlijk wat dit oefeningetje betreft gaan benaderen. He, gaan benaderen door eigenlijk een andere stochast die ik P heb genoemd. Dat is dan de Poisson verdeelde met parameter 2. Pas op, deze P die staat voor, ik zal het dus in het rood, voor Poisson, dus dat is onze verdeling, Poisson. En deze, zal ik even in blauw aanduiden, blauwe, dat staat inderdaad voor probabilité, hè? Probabilité, of dus met andere woorden, kans. Ja? Dus dat zijn twee onderscheidende P's, hè? Dus dat is al misschien voor sommigen toch, ja, en we kunnen inderdaad gaan zeggen, kijk, met deze stochast kan ik eigenlijk ook gaan deze kans die ik hier eigenlijk zoek, gaan schrijven als de kans, dus dat, ja, dus 1 min de kans dat die stochast W kleiner blijft of gelijk aan 5, en dus met andere woorden 1 min F van 5, maar dus nu voor de stochast W. Ja, hier is de stochast X. Wel, ook dat zullen we doen. Bedenk dat van de Poisson-verdeling men over het algemeen ook tabellen bijhoudt. En ook dat zal ik toch niet nalaten om eens te doen, om dat ook dan via een tabellaris te gaan controleren. Kijk, laten we nu als een speer overgaan naar Excel. Dus ik neem dat hier mee. Ik hoop dat ik hier nog een paint heb die nog niet te veel. Voilà. Dus met andere woorden krijgen we dit hier. En ik ga er nu een klein beetje, dus het belangrijkste neem ik mee. Hè. Dus dat is dat hier. Zo. Voilà, copy, en dan gaan we ermee naar onze Excel, als ik die tenminste vind, hier is die, maar het is eigenlijk deze die ik liever ga gebruiken, en hier ga ik het dan insteken, ik ga misschien wel een klein beetje verkleinen, en er zijn een aantal manieren om dat te gaan aanpakken, ja. Ik heb hier ook een klein beetje voorbereid werk gedaan,
En laten we daar dan proberen dus dat ook een keer te doen. Dus de, een manier zou zijn, hè, die we al een keer gedaan hebben, dat is effectief de twee functies, dus onze PMF en onze CDF, gaan opstellen. Ja. Ik probeer hier ook natuurlijk volledig te zijn, omdat ja, naar een examen toe kan ik aannemen dat je die vragen zo snel mogelijk, dat je je daar vanaf wilt maken. Oké, okay, en dat is u gegund, dat is misschien zelfs ook een beetje de bedoeling, maar ik probeer het natuurlijk hier toch redelijk omstandig u te brengen. Dus de mogelijkheden voor deze discrete stochast beginnen bij 0 en dan zo verder. We gaan er niet tot in, pas op, want dus het N is nog altijd 2000 wat trouwens, 2000 ingespoten patiënten. Hè? En de kans dat zij effectief die nevenreactie vertonen zal dus 0,001 zijn, zie je ook de opgave. Hier kunnen we dus gaan kijken naar een van de factoren in de uitdrukking. Hè? Een van de factoren in de uitdrukking, waar heb ik ze gezet? Kijk, dat is deze factor. Hè? Want dus, ik hoop dat je doordrongen bent van het feit dat natuurlijk, als dat voor sommigen toch nog, maar ik heb het de vorige keer toch al gezegd, hè, deze, waar is hier deze uitdrukking? Dat is niks anders dan de C2000i, ja, dus de combinaties, hè? Of dus 2000 tot faculteit, gedeeld door i-faculteit, maal 2000 min i-faculteit. Maar dat ga ik er nu weer niet bij zetten. Ik hoop dat je dat u toch nu ondertussen al kunt realiseren, lees het ook na in de lesnota's, andere sessies, internet en zo verder. Keer terug naar die oefening, en dus met andere woorden, ik weet dat ik dus hiermee aan de slag moet, en dus met andere woorden, ja, hier natuurlijk is dat nog niet volledig gedaan, hè. Combinaties, ah ja, ja dat is maar natuurlijk combinaties, zo, en dus dan het getal, en dat is 2000, en aantal gekozen 0, op hoeveel manieren kan ik 0 kiezen uit 2000, ik hoop dat jij dat kunt inzien, dat is op één manier, maar namelijk niks te kiezen, dus dat is al goed. Ik moet nu wel die F2 vasthouden, doe ik zo, en dan ga ik verder, en dus zal ik tot hier gaan, en dat is al niet goed. Waarom is dat niet goed? Wel, omdat ik hier natuurlijk die 0 hardcoded heb getypt, en dat mocht ik niet gedaan hebben, ik moest die hier gaan halen, hè. En dus dan zal het nu 2000 zijn allicht, hè. Voilà, want inderdaad, op hoeveel manieren kun je 1 uit 2000 halen, op 1 op 2000 manier, en dan zo verder. Dat worden dus echt wel zeer grote getallen, ja. Ik kan ze nu proberen toch nog eens keer laten zien hoe groot ze wel worden, maar ik heb dan toch gemerkt dat Excel daar toch wel nog redelijk mee aan de slag kan. Voilà, ik zal dat hier dan maximaal maken en dan zien wij dus dat die getallen, ja, ik zal ze hier een beetje kleiner maken qua font in de zin, voilà, ja, dus dat zijn die getallen. Dan dus de PMF, dus dat is dus deze waarde maal die 2000, correctie, niet die 2000, die 0,01, dat is het, die ik vasthoud tot de IDE, ja, maal 1 min, dat hier wat ik vasthoud tot de 2000 die ik ook vasthoud, min IDE, ja, min IDE, zo, ja. Dus dat zou dat moeten zijn, dat zou wel een keer kunnen, hè. Ja, zet je daar dan zeker van? Nee, zeker ben ik, dat geef ik toe. Maar ik kan zelfs met mijn cumulatieve distributiefunctie wel een keer controleren of ik goed bezig ben. Ik zal eerst misschien nog een klein beetje verder gaan, maar je ziet, dat worden dus allemaal wel grote uitdrukkingen. Ik zal mijn font hier misschien ook wat kleiner maken en dan proberen daar toch nog die kans tegen te plakken. Als dat gaat tenminste, dus hier ook weer naar de andere font gaan. Ja, ik probeer een beetje volledig te zijn, dat weet je. Voilà, en dan zien we, ja, ik had natuurlijk zoveel cijfers, nu ben ik een beetje aan het zuizen, niet zoveel cijfers dat ik komen moeten gebruiken, misschien als ik er hier een paar terug afdoe, dat ik er dan ook nog wel, ik zal er 14 pakken, en dan zien we inderdaad dat dat nog wel kan. Laten we kijken naar de kansen die wij hier cumuleren, hè. En dan zien we inderdaad, denk ik, dat we toch niet zo slecht bezig zijn, want we komen hier toch, hè, ik hoop dat je het ziet, in de buurt van die 1, hè, wat dus eigenlijk voor de cumulatieve distributiefunctie wel het geval moet zijn. En dus zien wij hier ook dat als alles goed gaat, dat dat dan op, hè, dus nog altijd, eigenlijk moet het dus verder gaan tot 2000, hè. Die kansen zullen bestaan, maar die worden dus, je ziet dat hier ontiegelijk klein. Nu is de vraag dus, hè, zoals er juist al opgeschreven, dus wij moeten 1 min de cumulatieve van f, hè, dus de cumulatieve distributiefunctie van 5 nemen. Nu, we hebben de cumulatieve distributiefunctie van 5, dus die functiewaarde die staat hier, hè, dat gaat over dus dit hier. Ik zal het misschien samen een keer bold zetten, en dan misschien ook misschien een keer wat highlighten met een kleurken of zo. Kijk, dat zijn dus, dat is die waarde, ja. Vlaan, dan zijn we er eigenlijk al, hè. Dus dat is de eerste manier. Dus we kunnen nu zeggen, ja, ik heb hier niet zoveel plaats, maar ik kan dat hier misschien een beetje breder maken, speciaal voor u. En dan kunnen we zeggen, kijk, dat dus de kans die we zoeken, hè, dat dat dus is 1 min
dit hier, en met andere woorden, dat is dus, als je dat gaat uitdrukken in procent, ongeveer dus, pak een beetje, dus ongeveer 1,6509%. Ja. Dus dat er, hè, want wat is de vraag weer, dat er dus meer dan 5 patiënten een nevenreactie vertonen. Dat is de eerste manier, is het dan gedaan? Nee, je zou dus ook kunnen zeggen, ja kijk, ik ga dat doen met de functionaliteiten die in de Excel software zitten. Dus het aantal gunstige is 5. Aantal experimenten 2000 worden er uitgevoerd. De kans op gunstig. Ik zou dat ook kunnen natuurlijk erboven gaan halen. Enfin, ik kan het nog altijd doen. Hè. Allee, speciaal voor u. Ik kan dat hier nog gaan halen. Maar ik heb het nu maar eenmalig nodig. Hè. En pas op, nu cumulatief. Ja, hè. Dus nu moeten we hier waar typen. Is dat dan dat? Nee, dat is inderdaad cumulatief. Dat is deze waarde. Nu moeten we dan nog 1 min doen. Als we 1 min doen, dan hoop ik dat je samen met me zit op dezelfde waarde uitkomen. Uitkomen inderdaad. En dat we dus nog altijd hetzelfde hebben als ervoor. We zouden het ook kunnen benaderen, hebben we gezegd. Hè. Dus we kunnen die kans effectief gaan berekenen. Let op, hè. Dus ik kan die hier uit de tabel gaan halen. Laat ik dat misschien een keer eens doen uit de tabel. Dus f van 5 met een lambda. Pas op, die is hier dus benaderd door. Dit is nu de parameter lambda. Hè. Dat is hier de parameter lambda. Let goed op. Wel, met de parameter lambda. Wel, laten we dat doen. En als we dat dan doen. Wat is dat hier even? Dan gaan we dus, heb ik dat geloof ik op het internet voor u klaargemaakt. Kijk, allee, klaargemaakt. Ik heb een beetje gegoogeld, hè, dat is alles. Hè. Ik heb gegoogeld naar de tabellen van de Poissonverdeling. En dus als je een klein beetje googelt, gaat je die hier kunnen vinden. Kijk, ik heb hier ook, dus wat ziet hier staan? Wel de lambda-waardes, hè, verschillende lambda-waardes. Ja, dus als je de lambda-waarden ziet tussen staan, dan gaat je moeten interpoleren. Maar die techniek, daar gaan we er nu niet over hebben, want dat gaat ons te ver leiden. Maar we hebben geluk, want lambda 2 staat er wel degelijk tussen. En dat is dus wel degelijk, dus de mean is less or equal to x, ja. Dat wil zeggen, dus we krijgen hier in die tabel, waar dat het ziet, staat telkens dus de cumulatieve distributiefunctie. Dat wil zeggen, hier staat, weliswaar slechts op 4 cijfers, de cumulatieve distributiefunctie voor de, die lambda-waarde, 0,9834. We gaan terug naar onze Excel, 0,9834. En ik hoop dat je ziet dat dat eigenlijk dezelfde waarde is als dat er hier staat, ja, op 4 cijfers aan de komma. Dus dat ziet er toch al behoorlijk goed uit. Dus we moeten weer 1 min doen. En dus ook op die manier hebben we wel een beetje afrondingsfout. Maar zien we toch dat we eigenlijk ook hier toch, toch ook weer al goed in de buurt komen van die kans. Hè. Als je hier zo afronden op 2 cijfers, ja, het zou 100ste denk ik verschillen. Maar dus op die manier kun je het ook doen. En wordt het zelf, geloof mij, ook nog veel gedaan. Wat is dan ook nog een manier? En dat is dan waarschijnlijk de laatste die we nu gaan aanpakken. Dat is dat je ook kunt... Nee, er zijn er nog twee, want er is dus ook nog een Poisson-methode, wel Otauti, wat die gaat misschien nog nodig hebben, als het echt een vraag over Poisson is. Dus dat is hier 5, het gemiddelde is 2, is het cumulatief? Ja, dat is waar. En dan gaan we dus ook hier nu die waarde weer al krijgen. Ja, ik probeer deze keer echt wel volledig te zijn. Dat ben ik er in zekere zin ook vanaf. Hè. Dus dan zien wij dat wij hier ook, het is niet helemaal wat het moet zijn, maar dat we toch weer al, hier hebben we toch wel wat afwijkingen met die Poisson, zie ik. Toch iets meer afwijking, dus die tabellen zijn eigenlijk nog beter dan als ik het met Poisson zou berekenen. En dan is er nog de allerlaatste manier, maar dat is ook Poisson, dat is dan dat we de functionaliteit zouden effectief opschrijven. Hè. Dus dat zou willen zeggen, dus... die laatste manier, dat gaat hier niet. Hè? Want dan zouden we dat dus 5 keren bij elkaar moeten optellen. Ik zou die functie kunnen maken. Allee, ja, ik ben hier toch volledigheidshalve bezig, dus laat ik dat dan ook doen. Hè? Dus dat is dan de allerlaatste stap. En dan de rest anders moet ik maar doorspoelen. Als je zegt, ik heb er al genoeg van, dan kan ik wel begrip voor brengen hoor. Maar dus ik zal het toch nog even doen. Het probleem is dat ik dan een beetje moet layouten. Dus mijn i en mijn f van i, maar dat is nu de Poisson. Hè? En dan hier dus de f van i, maar van de Poisson. Hè? Dus met andere woorden, hier 0, hier dan plus 1. We hoeven ook niet zo heel ver te gaan, maar we hebben wel die functionaliteit nodig. We moeten nu bedenken dat er maar 1... Ik ga ze zo schrijven, lambda is, ja, en die is gelijk aan 2, hè, akkoord, dat is nu dus wat we daar, zie ook de vorige sessie. Dus dan moet ik hier wel mijn functionaliteit kunnen schrijven. Hoe ziet die functionaliteit eruit? Wel, die kan ik ook hier gaan halen, hè, want eigenlijk staat die hier ook, ja, ik hoop dat je dat ziet. Ik hoop dat je dat ziet, want dat is eigenlijk wat er hier staat, achter dat sommatieteken. Dus dat ga ik hier dan maar proberen te recupereren. En je kunt dat ook uit de lesnotas halen en uit vorige zaken. Maar omdat ja, ik toch een beetje op zeker wil spelen, want ik weet het wel, die R is nu een R in plaats van een I of een K, ik kom aan zeg. Maar dan kan ik dat inderdaad hier nu gaan gebruiken, hè, omdat ik dus
dat is eigenlijk mijn functiewaarde. Die vul ik hier dus in. Dus met andere woorden, lambda tot de r. Die r is bij ons i, hè, laat dat duidelijk zijn, maal die exponent, hè, daar heb ik ook al over gesproken, dus ik ga toch dus een haakje zetten, de exponent tot de min lambda, ja, gedeeld door r-faculteit, dus de faculteit van r, en r is dus bij ons 0, voilà, dat staat er. Ik moet wel dat hier vasthouden, dit hier ook zeker, ik denk dat ik dan alles heb, alleen speciaal voor u, ik kan er r van maken, uiteindelijk is het maar een lettertje, ik hoop dat je dat kunt inzien, ja, en dan staat dat hier ook met r, zo, dan zijn we misschien terug wat meer einverstanden, en dus met andere woorden, zo, en nu kan ik dus ook de cumulatieve daar gaan bijzetten, ik kan misschien eentje stijgen, en dan hier, plus dat hier doen, en nu zijn we vertrokken eigenlijk. Ik kan hier nu naar daar gaan en ik zal nog een beetje verder doortrekken. En dan zien we dus dat die cumulatieve hier ook stilletjes naar nul gaat. Trouwens, een poisson hebben wij geloof ik in onze sessies nog niet een keer in een assesles laten zien. Wat zeg ik aan een poisson? Voilà. Dit is dan ik ging al in Java zeggen, maar dus in Excel, de cumulatieve. En je weet, dat is normaal een trapfunctie. En dan hier dat puntdiagram dat dus die poisson verdeelde voorstelt. Maar wat wij dus nodig hebben, is dan het uiteindelijk f van 5, of tenminste 1 min f van 5, en die staat hier, en dan krijgen we dus dat hier, is dat een goede waarde, maal 100 krijgen we dus de kans 1,65, dus als we nu gaan meepakken naar onze overzicht, waar was het er ergens, nog een beetje verder zeker hier, en we plakken dat hier nu bij, dus dat is niet goed, we plakken dat hier nu bij, ja, dan zien we dus dat ook die, misschien wat opschuiven, dat die dus ook wel kan, hè, dus dat is de laatste manier dan, om dan ook die kans te gaan berekenen. Dus nu hebben we op die kans te berekenen. Dus het is 1,65% ongeveer dat er meer dan 5 personen die nevenreacties vertonen. Ja. En tot daar die oefening.